misschien tot een categorie behoort die aan de voet heeft gestaan van de uitdrukking daar had geen lieve moeder aan. Ik neem me niet kwalijk, maar ik wou juist wat van die dingen vragen over wat u zelf van dwaasheden noemt. Ik ben met het schrijven van die biografie een paar dingen blijven zitten. Mag dat? Ja, zo stelt u maar vragen. Ik ben tenslotte voor eventjes uit de eeuw gekomen. Uw laatste roman, Klaasje en Zeefster, heeft ook al wat kritiek gekregen. Er is gezegd dat u onzeker bent geweest, u laat een hoofdstuk in een bordeel spelen. En dat was in uw tijd toch echt niet gebruikelijk. Nee, dat was juist een goede reden om er aandacht aan te besteden. Ik meende dat maatschappelijke toestanden moesten worden afgestildeld zoals zij waren. En ik zag driften en hartstochten in de samenleving spelen en een hoofdrol spelen die gewoon moesten worden genoemd. En mijn standpunt is dat het niet noemen of niet tonen van verderf, dat dat kwaad sticht. Niet het noemen en benoemen ervan. Denkt u zich in als er in de buurt van een huis gevaarzettende situaties zijn, bijvoorbeeld een moeras, dan ga je dat ook niet verborgen houden voor je kinderen. Dus nee, ik meen dat het benoemen dat een goede zaak is. Maak je jonge mensen niet juist nieuwsgierig daarmee? Dat jongens naar een bordeel willen daardoor. Ach, ik vind het beginnen nieuwsgierigheid prachtig. Het is een voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling. En dat is een mooie uitdrukking in het Engels. Nothing is interesting if you're not interested. Zelf ben ik altijd in 1001 dingen geïnteresseerd geweest. En wat Klaasje Zevenster betreft, ach, ik meen dat ik wat zondig is daar niet in aantrekkelijk maak. Of behagelijk. Dus ja, een beetje experimenteren zie ik niet als kwaad voor jongelui, zolang ze maar weten welke keuzes ze maken. En je vindt het ook niet schadelijk voor jonge meisjes die graag romans lezen? Wel nee, mevrouw. Ik zweer, Klaasje Zevenster zou uw jonge dochter zonder enig gevaar voor haar kruise zieltje kunnen voorlezen.